Vandaag in Kijk op de Rivierenwijk. Op basisschool De Snippeling hebben leerlingen hoog gescoord bij de landelijke CITO-toets. Maar eerst de opening van Sterren vinden aan de Spuistraat. Sterrenvinder is een project bedoeld voor de mensen uit de Rivierenwijk. En wij bieden ze de kans om te werken aan hun talent, waarmee ze zichzelf helpen. Dus ze kunnen werken aan een persoonlijke groei en ontwikkeling, maar waarmee ze ook andere wijkbewoners kunnen helpen. En tegelijkertijd werken ze aan de leefbaarheid van de wijk. Omdat iedereen heeft wel eens een droom, misschien jij en ik ook wel. Maar voor heel veel mensen was het heel lastig om een droom te realiseren door omstandigheden. En wij bieden ze weer de kans om die droom alsnog uit de kast te halen en invulling aan te geven. En waarom zijn jullie naar een nieuwe locatie gegaan? Omdat wij toch midden in de wijk wilden zitten. We merken toch dat de waterwoning is weliswaar heel dichtbij, maar toch vormt dat een drempel voor de bewoners. En we merken nu sinds we hier een paar maanden zitten dat er toch meer spontane inloop is. Mensen weten ons makkelijker te vinden en dat is eigenlijk de reden om hierheen te gaan. En zijn jullie blij met deze nieuwe locatie? Zijn jullie er blij mee en wat levert dat op, denkt u? We zijn er erg blij mee. Wat het oplevert is nogmaals meer spontane inloop. Dus nog meer mensen die we kunnen binden aan sterren vinden en die we kunnen helpen bij het bereiken van een droom. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En u bent niet zelf uw droom aan het achterna? Nee joh, nee, daar ben ik een beetje te oud voor. Zeg van, ik droom nog wel, maar die maak ik zelf wel waar. En dat, nee, ik ben hier gewoon om te proberen de zaak een beetje samen met Katinka de zaak een beetje op rolletjes te laten lopen. En hoe doet u dat? We hebben een coördinatieteam. Wij zorgen voor dat er een gastvrouw aanwezig is, dat de kamers goed ingedeeld zijn, dat de voorraad aanwezig is. Wij vergaderen, wij onderhouden de website en al dat soort dingen meer. Hè, maar het is, je moet dit ook eigenlijk meer zien als een ervaringshuis. Hè. Mensen kunnen ervaring opdoen om dus verder te komen in de maatschappij. En ook dat ze weer mensen ontmoeten. Hè, dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat vind ik zelf het belangrijkste nog. Hè, dat mensen weer uit huis komen, hier terechtkomen. Oh, al is het alleen maar voor de gezelligheid, kopje koffie drinken, kopje thee drinken. Hallo, ik ben Zarina Zaripova. 5 jaar geleden kom ik naar Nederland uit Rusland. En het was mijn droom om iets met mijn eigen taal hier te kunnen doen. En gelukkig dit is wel uitgekomen. Dus al 2 jaren geef ik hier in het pakhuis Russische lessen aan Nederlanders. Ik kwam in Deventer wonen 1,5 jaar geleden en las toen in de Deventer Post een stukje over Sterrenvinder en het pakhuis. En daar stond toen in dat een paar buurtbewoners met een buurtrestaurant waren begonnen. Dus daar ben ik een keer naartoe gegaan. Dat vond ik gewoon heel erg leuk om te kijken en mee te eten. En dat er iemand in het pakhuis met een pedicurepraktijk bezig was. En ik was toen zelf een opleiding voor aura en chakra healing aan het volgen. Dus ik heb contact opgenomen met Sterrenvinder, want er stond bij dat het daarvan uitging. En gevraagd van, goh, kom ik daar ook voor in aanmerking? Want als ik mijn opleiding klaar heb, dan wil ik wel graag een praktijk beginnen. Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus ik heb een
talentmakelaar van Sterrenvinder toegewezen gekregen. En stapje voor stapje onder haar begeleiding mijn praktijk voorbereid. En nu zit ik hier. Op openbare basisschool De Snippeling hebben leerlingen van groep 8 het afgelopen jaar een topscore behaald in technisch lezen en rekenen. Dit blijkt uit de CITO-toetsen die de leerlingen van groep 8 twee keer per jaar maken. Maar wat houdt technisch lezen en rekenen nou precies in? Technisch lezen houden in als gewoon wat kinderen lezen. De woordjes die er staan, dat moeten ze goed lezen. Dat is technisch lezen en we maken onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Dan gaat het over de inhoud van de tekst. En rekenen, dat is gewoon, ja, al het rekenwerk wat we hier op school doen, dat wordt in toetsen, wordt dat getoetst. En ook in de eindtoets voor groep 8 zit het onderdeel rekenen in. En het wordt uitgesplitst in een heleboel verschillende rekenonderdelen. En met sommige rekenonderdelen gaat het fantastisch goed en met andere gaat het moeilijker. Wij scoren heel goed waar het, wat noemen wij zogenaamd niet intelligentiegevoelige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld technisch lezen, dus gewoon puur het woordjes lezen. En spellingonderwijs, waar kinderen regels toe kunnen passen. Dat doen we ontzettend goed, want daar zijn we heel, heel hard mee aan het oefenen geweest. En dan zien we ook dat we hele hoge scores hebben. En als het over rekenen gaat, over instrumentele vaardigheden, gewoon optellen, aftrekken, cijferen, doen onze kinderen ook fantastisch goed. En dat betekent gewoon dat we eigenlijk gewoon normale, intelligente kinderen op school hebben. Maar die sommige andere dingen heel lastig vinden. Ik denk dat wij gewoon dezelfde methodes gebruiken die op gewone reguliere basisscholen worden gebruikt. Alleen wat wij natuurlijk, wij hebben heel veel verstand van taal leren van deze kinderen. En de problemen die ze daarin ondervinden. Dus dat proces kunnen wij beter managen dan andere scholen waar deze kinderen naartoe zouden gaan. Uiteindelijk willen we gewoon dat de kinderen in de Rivierenwijk eigenlijk in dezelfde percentages als elders in Deventer naar het voortgezet onderwijs toe gaan. Want heel veel onze kinderen komen op het VMBO, kaderbasis komen ze terecht. Maar die kinderen zouden misschien best naar theoretisch HAVO of naar HAVO-VWO toe kunnen. Vanuit intelligentieoogpunt gezien. Hè? En dat moeten we proberen te bereiken. Eigenlijk zeg je, als het ons zou lukken, onze ambitie, dan willen we in 8 jaar basisonderwijs, willen we 10 jaar onderwijs geven. Dan op die manier zouden we kunnen proberen of we een deel van de achterstand die onze kinderen toch hebben, of we die zouden kunnen inlopen. Heeft u een uitzending gemist en wilt u deze terugkijken? Ga dan naar onze website of YouTube.